Hallo en welkom weer bij een nieuw videoles. Ik ben Jan Willem en deze keer gaan we kijken naar opgave 7 van het Oefen-SO voor HAVO VWO 3 hoofdstuk 1 Pulsar. Een radioamateur zendt een signaal naar de maan. De maan weerkaatst dit signaal en het wordt 2,56 seconden later weer opgevangen door dezelfde radioamateur. Hoe ver staat de maan volgens deze meting van de aarde? Nou, de makkelijkste manier om hier weer te werken is dat we toch even zeggen van met formules. Afstand is snelheid keer tijd. En we weten, of we hebben de gegevens, de afstand, nou die weten we niet. De snelheid, licht gaat altijd met 3 maal 10 tot de 8ste meter per seconde. En de tijd, of licht, radiosignalen ook. En de tijd is 2,56 seconden. Dus we kunnen gewoon gaan invullen. En dan krijgen we 3 maal 10 tot de 8ste voor V. Keer 2,56 voor T. En daar hebben we dan 3 maal 10 tot de 8ste. Let dat je dit knopje gebruikt, dat is veel makkelijker. Keer 2,56 is een gigantisch rot getal. Dus ik schrijf hem zelf even in wetenschappelijke notatie op. Dat is namelijk 7,68 maal 10 tot de 8ste meter. En dan zou je denken dat we het antwoord al hebben. Deze vraag heeft alleen een kleine valkuil erin zitten. Namelijk, als je de aarde hebt, je hebt de maan en je zendt een signaal uit vanaf de aarde dat naar de maan toe gaat. Nou ja, door de maan wordt dat natuurlijk weer weerkaatst. Ik pak even een ander kleurtje. En la 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 la. Het signaal gaat weer terug naar de aarde toe. Het eindresultaat is dat het signaal niet op deze manier 7,6 of 7,7 maal 10 tot de 8ste meter heeft afgelegd. Maar het gaat heen en... Oeh, dit is wel heel slordig weer. Het gaat heen en weer. Dus de afstand die we nu hebben is 2 keer te groot. Dus dan kun je erbij zetten. Vanwege dat we heen en weer gaan, is de afstand 7,68 maal 10 tot de 8ste gedeeld door 2. En dat is dan, doe ik dit goed uit mijn hoofd, 3,84 maal 10 tot de 8ste meter. En op deze manier hebben we vraag 6 stap voor stap opgelost met behulp van de formule. Ik ben Jan Willem van voorbeta.nl. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je ook hier weer wat aan gehad hebt.